Ik heb views nodig. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb gewoon views nodig. Ik heb zoveel views nodig. Ik gewoon nu al mijn pensioen zou kunnen gaan. Wat kan ik doen om aan views te komen? Niks werkt. Clickbait. Het werkt niet meer. Misschien moet ik een liedje maken. Zelf dan zou ik niet aan genoeg views kopen. Om mijn pensioen te gaan. Ik moet iets doen waar jullie op zitten te wachten. Misschien moet ik views kopen. Misschien moet ik geen views kopen. Misschien moet ik drugs dealen. Ik weet het niet. I know. But I know. How you get views. Ace it will view. Dat is het enige wat je moet doen meebaan. Ik ben hier om jouw views te geven. Dus vandaag, dames en heren, part 3 van de seksverhaal. Dan gaan we verder dan alleen seksverhaal. Veel verder. Echt veel verder. Dan gaan we niet alleen kijken naar vragen over seks. Maar ook vragen over problemen thuis. Seks met huisdieren. Vinden jullie dit nu leuk? Smash dan een duimpje omhoog. En bij veel duimpjes omhoog, kom ik terug. Bij weinig duimpjes omhoog, kom ik ook terug. Want ik ben van school gestuurd. En ik heb niks te doen de hele dag. En ik zit hier gewoon een beetje te zitten. Te wachten. Tot Ace dit geen ideeën meer heeft. Dan kom ik. Dan ben ik hier. Dan sta ik hier. Zonder nog lang te zeiken. Let's do this. Oh wel, luister naar kinderen en jongeren. We weten allemaal wat hierop gebeurt. Geen fuck niks. Als jullie de vorige twee video's nog niet hebben gezien, raad ik je aan om die eerst te kijken. Want anders snappen jullie geen hol van deze video. Natuurlijk snappen jullie er wel een hol van, maar ik wil gewoon meer views. Dus, toon mij iets waarmee ik iemand kan helpen. Toon me iets. Mijn lichaam. De grote clitoris. Sips voor scoliose. Ik ben klein. Help. Ik stink. Deze is wel interessant. Let's get it. Hallo, mijn ouders zeggen dat ik niet zo mooi ruik en ik schaam mij daarvoor. Wat moet ik doen om beter te ruiken? Want mijn klasgenoten vinden ook dat ik slecht ruik. Het is niet moeilijk. Deodorant brengt de oplossing. Niemand ruikt lekker in de ochtend. Niemand heeft echt een superleuke geur. Iedereen zweet wel eens. Als je slaapt, stink je nou. Slaap. Nou, dan ruik je hoe je echt ruikt. En ik zeg het, je mensen ruiken niet lekker. Maar dat hoort erbij. Daarom bestaan deze dingen. We got some perfume. We got more perfume. Got some deodorant. Zeep is ook heel belangrijk. Douche. Je kan niet te veel zeep gebruiken. Gebruik alle zeepjes die rondjes staan. Elke dag. Even nog een tip. Wil je nu een meisje versieren? Maar je weet niet goed hoe. De belangrijkste tip van allemaal. Ruik lekker. Geen één meisje vindt het erg dat je lekker ruikt. Geen één meisje gaat zeggen, oh, Die jongen ruikt lekker. Ik ga hem skippen. En omgekeerd is dat ook zo. Geen één jongen gaat een meisje skippen omdat ze te lekker ruikt. Dat... Omgekeerd. Wat ruik ik? Sta ik in een frituur of zo? Dan is het al gedaan. Dan mag je er super mooi uitzien. Dan mag je super dikke tetten hebben. Dan een kont die echt... Als die niet lekker ruikt, dan... Is het gedaan. Is het gewoon gedaan, snap je? Lekker ruiken is de key to succes op elk vlak. Sollicitatiegesprek voor een nieuwe job. Ruik lekker. Die dat al wel hier heel lang heeft geantwoord. Ja, kijk. Veel zeep gebruiken, veel parfum en veel deodorant. Volgende. Hij dwong me. Een goede vriend van me dwong me om hem te pijpen. Opnieuw stelt Awel mij gewoon volledig teleur. Ze hebben weer het bericht weggedaan omdat het te persoonlijk is. Veel liefs en een knuffel. Die knuffel gaat niks helpen. Een meisje heeft een jongen moeten pijpen. Dan ga je knuffel echt niks helpen. Niet dat je hem even kan knuffelen en alles van. Het is gedaan, het is nooit meer gebeurd. Jawel, jullie moeten die guys helpen. Jullie zouden beter mij inhuren om te antwoorden op deze kinderen. En zelf gewoon iedereen ontslaan. Sowieso al vrijwillig voor jullie werkt. Want ze helpen niet. Een goede vriend van me dwong me om hem te pijpen. Dat kan pedofilie zijn. Die goede vriend kan 50 jaar ouder zijn. Het kan allemaal. Je weet niet wat er allemaal gebeurt in de wereld op dit moment. Yo. Stop. Help deze kinderen. What the fuck. Echt zielig. Stamp in zijn ballen en dan is het wel klaar. Denkt er je ooit een jongen om iets te doen? Gewoon met de vuist. Gewoon. Hij valt gewoon KO. Dat is het gewoon. Kan je weglopen? Dan heb je echt genoeg tijd om weg te lopen. Die jongen gaat echt niet zomaar recht staan. Dat is de meest intense pijn die ik ooit gevoeld heb in heel mijn leven. Volgende! Ik mag misschien niet meer paardrijden. Dat is goed, want jongens zijn meestal bang van meisjes die paardrijden. Dat is zo algemeen geweten. Want ze gaat haar paard altijd liever zien dan jou. En dan komt dat meisje met paardenverhalen uit. En dan moet je op haar paard rijden. En dan moet je haar paard strelen. Volgende! Ik vond deze wel grappig, dus ik ga er gewoon op klikken. De grote clitoris. Dag Awel. Maak me al een tijdje zorgen over iets dat uit mijn vagina hangt. Ik heb er al een beetje over opgezocht en ik denk dat het mijn clitoris is. Het is niet je clitoris, denk ik. Waarschijnlijk is het een slang. Of waarschijnlijk is er een jongen zijn penis verloren in je vagina. Het kan ook, het kan allemaal. Shit. Dit is een groot probleem. Yo, we hebben medische hulp nodig. Even een telefoontje plegen. Goedenavond. Welkom bij 1203. Met uw adres. Hallo. Er hangt iets uit mijn vagina. Zal ik je de nummer doorgeven? Dat is 59.
shit. We got caught. Niemand kan me hiermee helpen. Volgende. Soms hebben we de hulp nodig van telefonische mensen die hier meer ideeën over hebben. De kans dat ze je doorschakelen naar de politie is ook redelijk groot. Waarschijnlijk gingen ze me doorschakelen naar een of ander ziekenhuis. Kijk, ik leef nog, alles is oké. Welke dingen staan er allemaal op deze site? Is dit illegaal? Kan dit? Ik weet het niet. Godverdomme, man. Boebeltjes op penis. Kijk, ik heb geen flauw idee wat boebeltjes zijn. Dat is echt een fucking eng woord. Boebeltjes. Dat denk ik echt, dat weet ik veel. Bergen of zo, mijn haren. We gaan er eens checken. Boebeltjes op penis. Best dan wel. Ik ben 13 jaar en ik masturbeer dagelijks. We hebben de winnaar. I got you, man. Maar ik heb boebeltjes op mijn... Kijk, als je elke dag kan fappen en je hebt die boebeltjes op je fucking penis, is er niks mis. Je geeft ook geen fucking uitleg. Hoe komt dit? Is dit erg? Ik heb boebeltjes op mijn penis. Wat is het? Yo, ik heb een vlek op mijn hoofd. Wat is het? Ik weet niet wat het is. Ga ik doodgaan? Zo voelt het. Zo komt het over. Dus misschien moet je eerst naar de dokter gaan met die boebeltjes. Want het kan iets ergs zijn. Het kan ook niks zijn. Waarschijnlijk is het iets erg. Waarschijnlijk heb je iets. Die gewoon eens vragen naar je ouders of aids in de familie zit. Het kan chlamydia zijn. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb geen boebeltjes op mijn penis. Ha! Volgende! What the fuck? Hoe kuiltjes krijgen? Hey, jawel! Een jongen uit mijn klas heeft als hij lacht een soort van kuiltje in zijn wang. Dus van die mensen aan het lachen zijn, dan zie je zo twee putten. Zelf vind ik dit super mooi en ik wil het graag ook hebben. Is er een manier om dit te krijgen? Die is er zeker. Je neemt dus een scherp, lang voorwerp. Bijvoorbeeld. En je lacht. Je lacht op de manier. En dan kies je zelf waar je die putjes wil. Dan zeg je bijvoorbeeld: ik wil hier een putje hebben. Dan prik je daar zo hard op dat je kan met je stilo door. Tot dat je voelt dat die stilo door je ding is gegaan. Dan heb je dus een putje in je kaak en dan bloedt dat en dan ga je waarschijnlijk half dood gaan. Dan ga je naar het ziekenhuis en dan naaien ze die shit dicht en heb daar een litteken en waarschijnlijk trekt dat zo'n beetje je huid samen en dan heb je daar een putje. Hey, doe het zelf. I got you. Dus ze vragen, hey, hoe komt dat ding daar? Zeg je gewoon dat je bent aangevallen op straat en dat iemand je gewoon heeft geprikt in je kaak en dan al je geld heeft gestolen. Ik heb ervaring met dit soort situaties. Ik weet waar ik over praat, oké? Okay? Volgende! Jongens zijn niet geïnteresseerd in mij. Oh, er is een fucking lange. Ik heb geen zin om dit te lezen. Antwoord wel gewoon op de titel. Kijk, wil je nu dat een jongen geïnteresseerd wordt in jou? Dat is moeilijk, want het moet meestal omgekeerd zijn, snap je? Meestal moet het meisje zo een beetje doorhebben dat die jongen geïnteresseerd is in haar. En dan zo doet ze raar en dan doen jullie alle twee een beetje raar. En voor je het weet, leg je met elkaar in bed. En voor je het weet, moet je abortus doen omdat een van de twee zwanger. Als je hem ziet op een feestje, gooi je een paar pillen in zijn drankje. Verdoof hem helemaal, leg hem in je bed. En dan wordt hij wakker de volgende ochtend. En dan, ik heb gehoord dat het kan, oké. Okay. Ja. Help me alsjeblieft, ik word 15 volgend schooljaar en ik wil aandacht van jongens. Yo, als je fucking 14 bent op dit moment, dan boeit dat echt niks. Oké, het leven heeft niks meer te bieden als je zo jong bent om dan een relatie te hebben. Wij brengen alleen maar problemen mee. En omgekeerd ook, als je een jongen bent en je wil een meisje op jonge leeftijd, je wil fuck meisjes. Die brengen alleen maar fucking problemen mee. Even een tipje van tante Acid. Je kan op deze leeftijd alles wat je in een relatie hebt, ook hebben zonder relatie. En dan is het allemaal exact hetzelfde. Kijk, ik denk dat dat wel genoeg was voor vandaag. Ik denk dat wel genoeg was voor vandaag. Laatst was misschien een beetje... Doei! Wow. Pff. Ja. Crazy! Ik weet niet waar het net is gebeurd. Ik viel van mijn stoel. En ik heb daar beelden van. Ik heb beelden van het moment dat ik van mijn stoel viel. Dan weten jullie dat niet faken. Ah, no! Oh, shit! Help! I can't get up. Daar heb ik dan een half uur gelegen of zo. En ik zag wel dat er hier activiteit plaatsvond. Maar ik wist niet wat het was. Dames en heren, vonden jullie deze video de leuk? Smash je zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. Tot de volgende keer. Als jij nog problemen hebt, je kan altijd een mail sturen. Dan antwoord ik daar graag op. Doei. Heb je het nu nog niet gezien? Klik dan even op deze video. Ook een hele leuke video. Ha. Zeker geen clickbait. Ja, ga weg, hè. De video is gedaan. Het is gedaan. Er komt niks meer. Echt niet. Ik heb gezegd dat er niks meer kwam, maar ik weet niet waarom je nog aan het kijken bent. Het is echt gedaan.